vandaag heb ik weer een opgemaakt video. En dit is allemaal wat ik heb opgemaakt. Veel kijkplezier en ja, dus was eerst even over mijn haar. Ik kom net de douche uit. En mijn haar is nog best wel nat. En ik wou gewoon deze video opnemen. En sorry als het een beetje fel licht is. Want het is nu best wel zonnig. En ik wil gewoon deze video gaan opnemen. Want dat moet gewoon. En dit is dus mijn opgemaakte bak. En ja, als eerst is mijn douchejas. En ik heb als eerst deze Nivea Happy Time opgemaakt. En dit is best wel een fijne douchegel. Gewoon, het is gewoon prima. Het ruikt ook best wel lekker gewoon. En dit is gewoon echt een top ding. Gewoon deze gaan kopen. Nog wel fijn. Ik zou hem wel kunnen kopen, denk ik. Voor de geur ook al. Welke ik sowieso opnieuw ga kopen is deze van Dolph. Het is de Go Fresh. De geur van granaatappel en verbena citroen. Deze is, en dit is dus de roze fles. En die is echt zo kut. Ik heb wat met laten vallen of zo. Want ik heb dit ook laten vallen. Goed, deze is, en dit is van Dolph. En deze zal ik ook zeker echt opnieuw kopen. Want het is echt een super fijne douchegel. Het is gewoon, het ruikt gewoon lekker. En wat ik trouwens wel jammer vind aan Dolph, is dat als je dus het opmaakt, dan lijkt het gewoon dat hier nog wat in zit. Maar het komt gewoon niet eruit. En dat is wel jammer, maar goed, het lijkt wel echt lekker. Dan heb ik shampoo en dan heb ik de Schwarzkopf Acid Ultime shampoo opgemaakt. Volgens mij aan de douche ligt er nog eentje die op is. En deze is wel gewoon prima en het verzorgt mijn haar gewoon goed. En ja, ik vind hem gewoon wel gewoon prima. En ik vind hem ook niet echt heel favoriet, maar ook weer niet heel slecht. Dus dat is, ik denk, ja, deze ga ik misschien niet opnieuw kopen. Ik weet niet waar deze is. Dan heb ik dus deze. En deze ligt ook weer in de douche. En deze is volgens mij ook weer op in de douche. Maar deze is dus van de Dolph Hair Therapy. De All Carnafranch. Nou, het is Duits. En dat kan ik dus niet. Maar deze is, en deze is dus best wel fijn. Het is gewoon een haarconditioner voor in je punten. En dit is gewoon prima. Alleen het verzorgt mijn haar niet heel goed, denk ik. Want mijn haar is best wel lang, zoals je ziet. En mijn haar die moet gewoon iets sterkers hebben of zo. Ik weet niet wat verzorgender. En doet deze gewoon niet echt heel goed of zo. Ja, dat zoek ik een beetje in een conditioner, haarmasker, weet ik het. Maar goed. Verder is hij wel echt super fijn. Dus dat. Dan heb ik deze Hema Dip & Clean Nail Polish Remover. En dit is dus een potje. En dan moet je dus je nagel in doen. Ik heb trouwens gel op, maar oh, die is er al. Maar het gaat er dus gewoon niet af. Weet iemand wat ik hiermee kan doen? Zeg maar, bij eentje is er al helemaal af. Maar met nagellak remover gaat het dus niet af. Dus ik weet niet wie daar verstand van heeft. Maar dat is mijn nagels. Goed, deze dus. En dit is best wel een fijne. Trouwens, het ruikt echt lekker als je je vinger erin hebt gedaan. Maar goed, in ieder geval dus deze is, en ik vind hem wel gewoon prima. Het is gewoon een prima nagellak remover. En ik gebruik eigenlijk altijd zo'n potje met zo'n waar je hier zo'n pet in moet doen. Nee, zo'n, hoe heet dat, zo'n ding. Maar goed, die dus. Dan heb ik dus ook iets opgemaakt. Nou, eigenlijk niet echt helemaal opgemaakt, maar het is van Lush. En dit is de Tea Tree Water Toner Water. Maar deze is dus over de datum. Dit is gemaakt door Judo. Heel interessant. 17/9/14. En dan gebruik voor 17/11/15. Dus deze is al dik 6 maanden over de datum. Volgens mij. 4, 5, 6. Maar deze is. En dit is gewoon. Ik dan denk dat ik deze wel opnieuw ga kopen, denk ik. Want ik vond hem best wel fijn. Want het is gewoon goed voor je huid. Want ik heb niet echt buis of zo. Maar het is wel fijn voor je huid. Gewoon. En deze zal ik wel opnieuw kopen, denk ik. Maar ik vind hem wel een beetje duur. Want hij is volgens mij 6 euro of 7 euro voor zo'n klein flesje. Dat is het dus. Dan make-up. En ik heb niet echt veel make-up. Ja, ik heb 4 dingen opgemaakt. Eigenlijk 3. Goed. Als er is een mascara. En deze heb ik al 2 jaar open liggen. En ik ga deze gewoon weggooien. Dit is de Catrice Clamel Doll Flume Mascara Waterproof. Ik vind hem wel echt super fijn. Omdat het borsteltje is gewoon fijn.
Alleen ik had toen de waterproef variant gekocht, maar ik ging toen naar Turkije. En toen dacht ik van, ik wil wel gewoon mascara opzien, want ik wil wel flawless eruit zien. Maar deze mascara, die blijft dus gewoon niet zitten als je gaat zwemmen. Want als je gaat zwemmen, word je toch wel een panda soort van. En dat is wel een nadeel, maar het is wel echt een super fijn bosstortje. En ik ga deze wel opnieuw kopen, denk ik. Maar dan de paarse variant of de zwarte variant. Dus deze is wel gewoon prima. Nog een mascara en deze van de Action. Dit is de Max & More Flumsing Intense Black Extreme Volume Mascara. Ik was gisteren nog bij de Action. En wat ik dus ben vergeten om te kopen. Mascara. Wat is op. Maar goed, in ieder geval dus. Deze is. En hij is echt een super fijn bolstertje. En je krijgt gewoon super veel volume door. En hij is gewoon op. En het stinkt niet. Maar in ieder geval dus, dat is het bolstertje dus. En ik ga deze sowieso opnieuw kopen, want hij is echt super fijn. En hij is maar 90 cent. Dus, dat is die. Dan heb ik dus ook een eyeliner opgemaakt. En dat is deze van Essence. Dit is de super fijn eyeliner pen. Wat ik wel echt super fijn vind aan deze eyeliner, want ik heb echt super lang met een streep op mijn arm gelopen. Want, nou, kijk, dit is gewoon, ja, het is gewoon niet echt meer zwart. En ik heb deze al best wel lang en... Ja, ik heb nu gewoon die van Elf en die vind ik ook wel gewoon fijn. En deze ga ik gewoon weggooien. En ik vond deze wel gewoon fijn. En ik ga deze wel opnieuw kopen, denk ik. Dus weet iemand of deze nog te koop is? Laat het weten hier zo beneden. Want dat wil ik wel weten, want ik ga deze wel opnieuw kopen, denk ik. Dan het laatste product. En dan is de mand leeg. En dat is een oogschaduwbasis van Catrice. Dit is de Prime and Fine Eyeshadow Base. Ik ga deze sowieso ook opnieuw kopen, want het is echt een super fijn product. En ja, het is gewoon op en ik vind hem wel echt super fijn, want het is wel gewoon smeerbaar en zo. Trouwens, het moet ook gewoon smeerbaar zijn. Maar in ieder geval, dus ik vind hem echt super top en ik zal deze ook echt opnieuw kopen. Dus dat is die dus. En dat was dus heel mijn video weer. Dus dit was mijn opgemaakt video weer. Dus doe zeker het duimpje omhoog als je het leuk vindt om te zien. En dan doe dan zeker het duimpje omhoog. En volgende maand doe ik gewoon weer zo'n video. Dus dat is super leuk. En doe zeker dat duimpje omhoog. Dat heb ik al 3 keer gezegd vandaag. Maar goed, in ieder geval doe dat gewoon 4 keer. Oké, dat is dat. En ik zie jou bij de volgende video weer. Dus tot snel. Doei doei!